Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto weinig wolken boven ons land, maar boven het oosten van Engeland verschijnen meer wolken. En die wolken die trekken geleidelijk aan onze kant op. Vanavond zien we die in het westen van het land, maar in het oosten is het nog flink opgeklaard. En vannacht zijn er in het oosten ook nog opklaringen en daar daalt het kwik naar 3 tot 5 graden. Terwijl in het westen wat meer wolken zijn en daar ligt de minimumtemperatuur rond 5 of 6 graden. De wind is vanuit het zuidwesten is matig, overdag ook nog kracht 6 aan zee. Verder morgen overwegend veel wolken, maar in de ochtenduren in het zuidoosten nog een paar zonnestralen. Pas in de avond krijgen we in het noordwesten regen. Vrijdag is het wisselend bewolkt met een paar buien. Het wordt 7 of 8 graden bij een stevige westelijke wind. Het weekend is het ook nog wisselend met wolken, vooral zaterdag wat zon, maar zondag ook een paar buien. En het kwik schommelt tussen de 6 en de 8 graden. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.